Nou, zoals jullie zien, jullie zullen het herkennen. Dit is Paradiso Amsterdam. Normaal gesproken staat hier op tweede kerstdag altijd een rij van 700 mensen die allemaal naar binnen willen komen voor het kerstconcert. Maar helaas, dit jaar mag er geen publiek bij zijn. We weten allemaal waarom. Maar gelukkig, hopelijk, mogen wij als muzikanten wel bij elkaar komen om hieruit voor jullie te spelen, van hieruit. En dat kunnen jullie allemaal volgen via een stream vanmiddag om 4 uur. En er komt nu de tram aan, dus daar ben ik waarschijnlijk niet zo goed te horen. Ja, mijn naam is Wilmar en ik speel contrabas. En ik ga vanmiddag hier vandaan, dus samen met André Heuvelman en Karin Strobos, de mezzo-sopraan. Lilian Varahani, de sopraan. André speelt natuurlijk trompet, maar dat weten jullie allemaal. En Henry Kelder speelt piano. En dan gaan we hier vandaan gaan we voor jullie spelen. Een heel erg melancholisch programma, ook wel, mag ik zeggen. Maar wel warm. En heel gek, met z'n vijven in de ruimte. En de hele crew van Paradiso. En die nemen het allemaal op. Of die zenden dat dan uit. Ik hoop dat jullie allemaal gaan kijken om 4 uur. En afgaande op de reacties. Kijk, dat streamen, daar wordt wel eens gevraagd, heeft het nou zin? En ik denk dus dat het zin heeft. Met Splendor doen we dat natuurlijk ook de hele tijd. En we krijgen zo vreselijk veel appjes, e-mails, reacties via Facebook. En we merken echt dat het helpt, dat het zin heeft. Even de tram voorbij laten komen. En op die manier hebben we toch nog een band met jullie. Met het publiek. Met de mensen die naar onze muziek willen luisteren. En daarvoor doen we het, voor jullie. Dus nou ja, ook vanmiddag weer om 4 uur. Hopelijk kijken jullie allemaal. En hopelijk tot snel ergens in een concertzaal of waar dan ook. Het gaat jullie goed. Bye bye.